Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Generation serie die ik samen doe met Sander van Gaming SB. Ja. We gaan weer verder met Mario Sunshine en de tijd gaat nu in. Oké. Okay. Ik heb zin. Ik zit de hele week, ik zit echt de hele dag door zit ik te denken aan donderdagavond eigenlijk. Dat ik daar echt zin in heb. Ja, ik ook man. Ik heb er ook echt veel zin in. Dank voor de mensen die kijken, dan komt Legend Arceus uit. En jij wilt niks van spoilers weten, hè? Ik heb niks qua gameplay gezien, maar ik weet wel wat andere dingen zijn. Ik weet een aantal Pokémon, maar ik wil sowieso geen leaks, zeg maar. Want dat vind ik echt niet leuk. Maar dingen zoals Hisui en Voltorb of zo, dat vind ik niet erg, hoor. Ik heb gewoon voor mezelf gezegd, ik ga vanaf nu zo min mogelijk game trailers kijken, want okay. Dat vind ik leuk. Dan blijft het echt nog een beetje verrassend. Wat is nou de evolution van Voltorb bijvoorbeeld? Mm-hmm. In plaats van, oh ja, nee, het wordt dat. Dat merkte ik bij Sword and Shield heel erg. Dat ik dacht van, oh ja, dat evolved in die, dat klopt ook. In plaats van, wow, what the fuck, hij evolved, what the fuck? Wat je vroeger had, precies. Dat is gewoon heel vet. Ja, precies. Oké, dan... Dan wordt het voor mij nog lastig om zeg maar mijn mond te houden op het moment dat we de games aan het spelen zijn. Oh nee, maar dan vind ik het niet erg hoor. Alleen het is meer gewoon... Ik ben mijn teampje al aan het maken. Gewoon een beetje... Als in van aan het bedenken wat mijn teampje gaat worden. Dat is wel vet. Weet ik nu al, je team is nu al vet. Ik ben ook iemand die bij... Oh, fuck. Die bij elke nieuwe Pokémon game altijd... altijd probeert nieuwe Pokémon / forms te pakken, zeg maar. Oh ja. Ja, dat snap ik wel. Zijn er heel... Ja, nu ga ik toch een beetje vragen. maar goed, dat vraag ik zelf om, dus dat vind ik niet erg. Maar zijn er genoeg dan? Er zijn volgens mij, als ik het goed zeg, 24 nieuwe Pokémon / performs. Oké. Okay. Het is niet heel veel hoor, als je het er allemaal naast elkaar legt, maar... Nee. En je wilt er allemaal nieuwe van. Dus toch? Ja, ik wil in ieder geval... Uit die 24 Pokémon wil ik mijn team maken, ja. Oké. Okay. En daar wordt die Voltorb natuurlijk sowieso één van. Ja, sowieso. Maar ik vind die echt heel vet. Zou je wel wat predictions willen doen? Of denk je van, nee, dat wil ik ook niet? Pff, ik ben er echt heel slecht in. Dus nee. Okay. Nee. Ik, predictions. Ik zit eerst even uit te vogelen hoe dit leveltje ook alweer werkte. Nou, niet zo. In ieder geval. Misschien had ik gewoon even moeten kijken van het plaats van skippen. Ja, ik zit ook echt pittig te kutten nu, hoor. Ja. Of kan dat in deze nog niet? Oké, zou dat passen? Oh, ik had er ook gewoon op een andere manier naartoe kunnen gaan. Nou, dan noemen we dat. Predictions. Nou ja, ik heb niet echt... predictions, maar ik kan wel een beetje zeggen wat ik hoop misschien. Oké, dat is ook goed. Ik hoop gewoon dat het echt... hoe leg ik dat uit? Dat de storyline echt een beetje... soort van leidend gaat zijn. Als in... Ja, we weten natuurlijk... Het speelt zich af in het verleden. Ik hoop dat ze daar echt ook wel goed mee bezig zijn. Gezien de meeste Pokémon games hebben natuurlijk niet zo'n hele duidelijke storyline. Mm-hmm. Nou, dus daarvan heb ik nog geen spoilers gezien. Dus daar kan ik ook daar kan ik ook niks over spoilen, omdat ik het niet weet. Ja, nee, ik hoop dus dat heel erg een ding gaat zijn. Omdat daar kun je gewoon heel veel mee. En ik denk dat het heel vet gaat zijn. Ook hoe je dat kunt connecten met Team Galactic en zo. Dus, Okay. Dat is eigenlijk mijn hoop. En voor de rest, ja. En qua Pokémon?
Pokémon. Ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, ik hoop gewoon dat ze een beetje hetzelfde iets hebben zoals Voltorb. Dus dat ze echt een beetje gaan, als je dan toch shit doet, zeg maar. Ja. Dat je dan inderdaad zegt van, joh, dan gaan we ook echt naar de oudheid. Okay. Als in, nou ja, Voltorb is gewoon een perfect voorbeeld van, vind ik. En ja, bij bijvoorbeeld Growlithe, ondanks dat ik die wel vet vind hoor, daar niet van. Maar daar zie ik minder dat het uit de oudheid is. Ja, ja, ik denk dat, ik denk dat dat sowieso lastig is. Maar ik snap wel 100% wat je bedoelt, hoor. Oeh, dat scheelde niet veel. Oh, volgens mij is deze echt heel kut, bedenk me nu. Ja, welk level, level doe je? Die Sand Castle Secret Level. Oh, nee, die, oh, die valt eigenlijk wel mee. Ja, die valt wel mee. Die vond ik een van de minst moeilijke secret levels. Oké, even kijken. Shit, ik ga eerst naar de leven. Waarom ga ik niet gewoon meteen... Water is op, kut. Ik had beter gewoon meteen naar het sterretje kunnen gaan. Deze is helemaal niet zo moeilijk, joh. Nee. Ja. I got him. Nou, en wel, dat is geen spoiler, maar heel veel mensen zeggen wel dat het de beste Pokémon game ooit is. Dus ik heb er vertrouwen in. Ik zag ook al mensen die helemaal lijp werden over het water. Want in Breath of the Wild en dingen zoals dan het water vergeleken, ja, zeiden ze van, what the fuck? En ik dacht is zo het goed, van, zeg maar? Nee. Goed? Oh. Nee, als in, what the fuck? Waarom doen jullie dit met de graphics? Okay. Tenminste, dat is wat ik gelezen had. Dat zijn altijd van die zeikers, ja. Eerlijk, graphics boeien me niet zoveel. Ja, mij soms. Ja, de gameplay vind ik interessanter dan de graphics. Ligt eraan welke game. En dit is gewoon Pokémon. En eerlijk gezegd, boeit bij Pokémon mij de graphics niet zo. Ik vind het heel erg vet als het wel vette graphics heeft, maar ik ook, ik heb nou niet dat, ik zeg van, oh, wat erg. Maar ik moet zeggen, van die trailers die we allemaal hebben gezien, zeg maar, dus die jij ook hebt gezien, vond ik echt gewoon de graphics voor Pokémon er gewoon heel goed uitzien, hoor. Ja, precies. Ja, nou ja. Hè, laten we het eventjes zo zeggen. Je hebt altijd van die azijnzeikers erbij zitten. Precies. En dat mag. Dat moeten ze mooi zelf weten. Maar ik hoef het niet. Ik ga niet zo doen in ieder geval. Maar volgens mij kan het beter. Al moet ik zeggen, kijk, bij mij, ik vind het bijvoorbeeld wel super irritant. Dan vind ik de graphics van Mario 64 nog niet zo erg. Maar bijvoorbeeld dat ze dat geen widescreen maken. Dat vind ik dan. Dat. Ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind dat niet the same level as graphics, zeg maar. Nee, precies. Oh, nou, dat valt mee. Oké. Ik haat dit spel. Nee, dat is niet waar. Dat kan niet. Nee, het is mijn lievelingsspel. Hoe werkte dit ook alweer? Bam. Ik voor mijn gevoel heb ik te veel moeite gedaan voor deze stem. Moet ik ze eerst aanvallen of zo? Oké, dat is niet helemaal de bedoeling. Au, doe nou niet. Lieve schat, doe dat nou eens even niet. The wilted sunflowers. Dit is niet helemaal... Ik denk dat ik iets fout doe. In mijn leven. Dat klopt, ja. Nee. Oké. Dan kom ik vrijdag wel niet. Oké, Sander. Nee, you got me offending right now. Ja, poep gebeurt. Dat is waar. Poep gebeurt wel eens. Wacht, volgens mij doe ik iets niet goed. Bam. Dat is wel hoe het werkt. Zie je wel.
Ik wist het wel. Het werkte alleen de vorige keer niet zoals dat ik wil. Hoe kom ik daar? Eens even kijken. Weet je wat ik ook vind trouwens? Nee. Eigenlijk vind ik het bizar dat dit de eerste keer wordt dat wij elkaar in het echt zien. Ja, voor als hoe in, we elkaar al kennen, ik ken maar. Jou het langs van de hele YouTube groep, denk ik wel. Mm-hmm. Dus ik ken jou, denk ik, haast zelfs langer dan Simon, joh. Echt? En Simon ken ik dan ook deels van school. Van de opleiding. Ja. Maar, ja. Nee. Ja, dat is wel heftig, ja. Dat is en wel toch heb ik jou nooit gezien. Mm-hmm. En, ja, jij was toen zeker ook niet op die YouTube gathering. Nope. Nee. Want daar heb ik toen Anouar en Niels en zo. Mhm. Die heb ik daar toen gezien. En ja, voor mijn gevoel voelt het nog steeds zo raar dat ik eigenlijk hun eerder gezien heb dan dat ik jou gezien heb. IRL dan, hè? Like, what the freak. Ja, dat is ook bijzonder. Maar ja, soms lopen die dingen zo, ja. Ja, nu wordt het gewoon feest. Want Paddy kennen we wat dat betreft nog helemaal niet zo lang, zeg maar. Nee, ik ken Paddy pas sinds, misschien hooguit 2019? Ja, dat denk ik ook. Ik vind het vervelend dat je hier met die twee beesten zit, man. Dan gaat iedereen zich weer mee bemoeien. Hou nou eens op, joh. Oh, je bent op die zonnepanelen ben je nu. Ja. En ik vind het echt heel kut. Oh, yo. Vuile schildpad. Oh, hoe doe je dit normaal? Met magie. Oh, oké. Weet je wat? Ik ga het mezelf moeilijk maken. Ik doe al eerst die drie mensjes. Bam! En waarom doe je dat is een eentje. Waarom doe je schildpad zo kut? Oh, ik ga wel moeten naar het water bewegen. Water! Ja, dat is wel wat sommige mensen zouden zeggen. Van die sponsen zou zo'n SpongeBob. We dachten hetzelfde. Geniaal. Wee. Loop. Bonk. Kaboom. Oh nee. Ik ga nog geen shine krijgen, gast. Donderdagavond verwacht ik wel een in real life kaboom. Oh. Nou, misschien. Oké. Ik kom anders gewoon niet winnen. Kijk, weet je wat het is? Die kaboom is gewoon speciaal, hè? Mm-hmm. Ik ga niet zomaar een kaboom lopen doen, oké? Oh, jawel. Nee, ik weiger het. Een kaboom, die moet je echt op zo'n moment dat je denkt van, wauw, dit is kaboom waardig. Een heel speciaal, Sander. Wat? Echt, ja. Een deken en een kussen is ook heel speciaal. Oké. Oké. Oké, nee, dan weet ik dat. Kut. Nu moet ik wel. Kutbeesten. Nou. Ja, ze lopen irritant te doen en dat wil ik niet. Zo irritant. Irritant, zoals dat in het Engels zou zeggen. Dat klopt, ja. Ja, hij bent zo'n Engels meester. Ik snap ook niet waarom Nando, ik scheikunde Nando studeer. Is dat ook al aan het meme, hè? Echt? <Yeah. laughs> Did I do it? Did I do it? Heerlijk. You alright? Nee. Nee. Dat zou ik ook mooi mee worden. I had that in the holes. Oké. Gast, ga even uit mijn buurt of zo. Jeetje, Mina. Nee. Willen ze maar dood hebben? Ja, eigenlijk wel. Is dat nog een vraag? Hoe komt het ook dat er wel coins hier zijn, maar die zo'n beetje niet te krijgen zijn? Wat doe ik hier fout? Zal ik jou wel nodig vertellen? Of een Phineas en Ferb.
Kut, het leven. En het strandhuislied. Ik ben trouwens wel toevallig op het strand. Elke dag nog stelt mijn broer dezelfde vraag. Broertje, wat zullen we eens doen vandaag? Oké. Okay. En dat is? Vloes op in je lens, anders zie je niks. Dit kost zoveel tijd. Ah. Ja, 7 continue boeien. Ik wil gewoon door met mijn leven. Je kon hier toch en dan deed hij zo van... Yo, je kunt hier aan hangen blijven en zo. Ja, dat. Dank je. Hij snapt meteen wat ik bedoel als ik het echt gewoon even uitleg aan deze game. Yo, game, wist je al dat ik in deze game dit kan doen omdat dat game mechanics zijn? Zeg het dan meteen, joh. Dat zei hij nog net niet, maar... Uitlegging maar... helpt. De uitleggings. Oeh, what the fuck. Hier zijn ook gewoon coins, pak ik ze op als ik levens heb. Oh, waarom ben ik zo dom? Tja. Ja? Vind ik geen antwoord op mijn vraag. Dat klopt. Nee, oké. Okay. Fijn dat je het wel toekent. Maar Sander, wie is de mol nou? Kom op, gast. Dat weet iedereen. Dat klopt. Oh, wie is het dan? Volgens jou? Letitia. Oeh, het is jammer dat je dom bent. Boah, yo. Want het is duidelijk niet Letitia. Het is... Het eindigt wel op een A. Ik ga eerlijk met je zijn. Het is niet Freesia. Jawel, zo hard is het Freesia, joh. Er is één iemand die wordt veel te veel verdacht gemaakt. En dat is Kim de Jan. Ik geloof niet dat Kim de Jan het is. Ik vind dat Sahil veel te verdacht wordt gemaakt. Ja, klopt. Maar Kim de Jan met allemaal vage fake hints. Ja. Tenminste, ja. Ik ga ervan uit dat ze fake zijn, want... Ik kan me niet geloven dat Wie is de Mol na Klaas van Kruijsen niet hebben geleerd van... Yeah. Yo, fuck. Fuck, ze hebben ons door, zeg maar. Ja. Lijkt me heel knap. Dus ik denk, alle hints die nu naar Kim Lian wijzen... Nee. Nope. Ze willen ons beten. Sowieso. Klik beten. En als het haar wel is, dan ben ik diep teleurgesteld in de show. Precies. Sorry dat ik het zeg, maar je zou kunnen zeggen van precies om deze reden zou ze dus weer wel kunnen zijn. Want iedereen denkt, nee, dat gaan ze niet doen. Maar ik vind het gewoon, ik blijf het gewoon leem vinden, als het wel zo is. En wat nou als Letitia het is? Oh nee, dat vind ik best. Eigenlijk stiekem. Maar ik wou gewoon even edgy doen, omdat jij op Letitia zit. Want ik hou wel van hoekig. Ja, dat geloof ik niet. Daarom speel ik ook wel eens Minecraft. Ken je dat? Dat is zo'n blok met games. Een game met blokken bedoel GameCube? Ik. Ik denk dat het niet voor de GameCube is. Maar dat denk ik vooral omdat die redelijk nieuw is. In vergelijking met de GameCube. De GameCube. Ja, zo heet dat. Kubus vol spelletjes. De spelletjes, Cubis. Ja. Tiddelil. Oké. Hey, Mario, kom eens boven dat blad uit. Ik ben ook nog steeds bij hetzelfde level, Jezus. Ik ben of heel slecht, of ik ben heel slecht. Oh, what the freak. Hoe zijn sommige mensen zo slim? Ja, ik heb Letitia als mol, hè. Dat is echt wel genoeg. Ja, dat is dan wel weer, dat je nou afvraagt van hoe kun je zo dom en slim tegelijkertijd zijn, hè? Maar ja, sommige mensen kunnen dat schijnbaar. Ik ben daar wel van onder de indruk. Het leven! Oh, oké. Okay. Heb je een leven? Nee, het Ruk? Leven. Miauw, 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 miauw. Boom! Kaboom! Wat viel het daar? Nou, de laatste man is dood. You do be having a stare? Maar moet ik nou ook nog dat beest om die nee, lichting ophouden?
echt veel te lang over gedaan. Oh ja, laat me ook nog de hele map doorlopen. Natuurlijk. Ik heb al niet zoveel tijd verloren, gelukkig. Dus gelukkig? Ja, kan ik zo'n duikje doen. Tegen de Sunshine Masters, Sander. Ja, dat weet ik. Daarom moet ik snel zijn. Daarom kan ik niet te veel treuzen. Ik heb maar 2 sterren gehad deze hele game. Deze aflevering. Ja, aflevering. Ik ook. Ik maak een kans. Nee, want ik loop echt 8 achter. Maar ik stotterde niet. Dat was gewoon omdat ik 8 shines achterloop, zeg maar. Was geen stotter. Dat weiger ik. You don't be having a stotter. I do not doing way with the stottering. Okay, en ik kan het weten, want ik ben Engels meester. Of niet? Oh, ik loog tegen jou, sorry. Ik heb nu 4 sterren gehaald, deze aflevering. Oh, deze weet ik volgens mij wel hoe die moet. Zo fijn. Ik wacht. Oh, ik mag het helemaal niet. Nog 4 minuten, Sander. Oh, moet ik nu op dat beest en dan zo'n ground pound? Een ground pound? Oh, moet ik... Oh, ja, oké, ik zie het. Ik zie het. In het park. Boom! Let's go, Mario, je bent geweldig! Nou, je kan ook overdrijven. Nou. Doe niet zo gemeen tegen Mario. Diezelfde Mario, die speelde ook in 64, hè? Toen was hij allemaal niet zo geweldig. Toen niet, nee. Toen was het zo'n loserboy, zou ik haast durven zeggen. Loserboy. Dan gaat hij nu compleet een andere wack. Oh no, he's going an andere wack. Jij moet dat weten als Harry Potter fan. Want de weg zit er in Harry Potter, toch? De weg is weg. Ja, dat is van Harry Potter. Dat klopt, ja. Dat woord is gewoon verzonnen door Harry Potter. Dat hele woord weg. Dat klopt, ja. Dan haal ik hem nog weg. Nee, niet het woord weghalen. Haal niet het woord weg. Boom. Kut. Waarom zit er zulke delay op? Oké, okay, Wiggler, doe eens even boos. Oh, dat doe je al. Oké. Nee. Godverdomme, komt hij nu wel deze kant op? Misschien moet ik lief doen tegen een Wiggler. Ben ik te vroeg? Je bent te vroeg. Potjan. 3 dubbeltjes. Sander, you are being too vroeg. Ik ben nog eens too vroeg. Auw. Mario. Ga je nu too laat wezen? Dat is niet de bedoeling. Nee! Ik zei nog dat het niet de bedoeling was, Mario. You don't mogen to be too laat. Kijk, Milan snapt het in ieder geval. Zoals alle Hawaiianen altijd zeggen. Oh nee. De Engels. Of niet Raymundo. Oké. Oké, dat werkt niet. Rare geluiden maken werkt soort van niet. Oh, je kunt ze ook half. Oké. Kaboom! Lekker voor je, baby! Lekker voor je! Fuck. Sander, doe je even in de boom. Boom! Wat? Oh, wat doe ik? Mijn water is alweer op. Mijn water! Is het. Wat? Wat is de. Oh, dat is de knop. Nee. Oh, X is de. Hoezo zit ik ineens met die controls te kloten? Tip. Niet. If you ever spelen the Mario Fire and Zestix. Nee, grapje, dat moet je niet controlling. Doen. Kijk, dat moet je sowieso al niet doen. Maar als je dan toch denkt van ik wil wel een leuke game spelen. Bijvoorbeeld Sunshine. Nee, ik noem maar wat. Gewoon een voorbeeldje. Dan zou ik wel de controls doen. Zoals ze horen, zeg maar. En niet zoals not hearing. Nooit. Nog een halve minuut, Sander. Ik kan nog... Ja, ik denk... Dat gaat me nooit lukken. Oh, hij gaat gewoon daar nu spelen. Oh, nee. Hij komt deze kant op. Kom on. Sander, ik heb een vraagje omtrent de regels. Nou.
Mag je in de hubwereld wel spelen? Of mag, als de tijd om is, of mag je dan, moet je dan ook stoppen? Nee, dan moet je ook stoppen, denk ik. Oké. Nee, dan, ik anders dan eens, ging je expres Bowser Jr. Ik ga mezelf even haten later. Want later ga ik er baat bij hebben als dat wel mag. Mm-hmm. En dan zeg ik zo van, nee, dat mag niet. En dan jij zegt van, nee, dat mag niet. En dan, oké. Okay. Maar je had meegekregen dat de tijd op was, hè? Boom. Wacht, is hij dood? Hij is not doding? Why are you not still being doding? Ik word echt boos van deze guy. Hij is niet eens doding aan het wezen. Niet te verwarren met loting. Een legale scam in Nederland. Een legale scam. Ja. Ja. Ik had het over loting, loterijen. Ja, ja. Legale scams zijn dat. Auw! Mario bedoel ik. Wow, gaf je nou mij de schuld van jouw onkundigheid? Oh, Mario's onkundigheid. Niet dat dat iets beter maakt, maar alsnog. Oké, guy is op zijn koppers. Oh, je doet dat niet lekker, te verwarren met op zijn knoppers. Want knoppers is lekker cookies. Is hij nou nog niet dood? Dat zijn lekkere cookies, mijn jong. Hoe is deze guy nog niet dood? Ik heb hem echt al 4 keer geraakt. Dat kan waar niet, je hoeft hem maar 3 keer te raken. Waar is... Wacht. Op het moment dat je hem omkukelt, moet je nog op diegene waar de pijl op wijst, moet je nog downpangen. Ja, dat ding dating doen. Nou ja, dan moet 3 keer en dan ben je klaar. Dus dan heb je het niet zo vaak gedaan. Ik heb het... Als jij dit gaat zien, ik heb het letterlijk 4 keer gedaan. En de derde keer snap ik dat hij niet werkte. Maar de vierde keer had wel moeten werken. Ik hoor mijn hoesjes. Oké. Okay. Nou, vind ik niet leuk. Okay. Dat je zo over me denkt. Tja. Poep gebeurt. Nou, dan weet ik niet of dat gebeurt. Oh, jawel. Ja, we zitten aan het kampvuur en zingen het kampvuurlied. Het K-A-M-P-V-U-U-R-L-I-E-D lied. En wie denkt dat we niet sneller kunnen, die is Kiroliet. Gaat me sowieso nooit lukken, dat zeg ik. Ik had het nog niet gezegd of hij ging al kut lopen. Don't be doing kut. Oh, jawel. Ja? Toch wel? Oh, ik denk jij houdt er niet zo van. Hoe is die guy niet gevloerd, gast? Wees even gevloerd of zo. Even normaal, jij vuile bits. Oké. Is er niet ergens... Muntjes? Munties. Dat is van die guy uit je Discord chat, toch? Oh, wees, dat... Munty is niet alleen uit de Discord chat. Het is gewoon een coole guy die meedoet met spelletjes en zo. Of uit de Discord chat. Uit de Twitch chat bedoelde ik. Munty! Die Munty gaat sowieso kijken. Vrijdag en zaterdag. Oh ja, sowieso. Maar dan, als hij het niet doet, worden Aying boos. Worden Aying boos? Kut! Dat doe ik dan. Oké, geef een plantje water. Ben ik weer te laat. I do not like being toelating. Toelating. Is dat in het Engels, gast? Boom. Sorry, hoor. Hoe is die guy niet gevloerd? Oh. Ik word hier echt dapering. Dapering? Sief van. Hij wordt werkt dit wel? Werkt dit wel? Werkt dit wel? Het werking wel. What the frick? Zo van kaboom. Oké, dit... Boom! 5 keer. And I got him. Ik ben nog steeds van overtuigd dat ik hem minimaal 4 keer heb geraakt.
Nou, we gaan het zien. Maximaal 5 keer. Jullie hebben het al gezien, jongens en meisjes, van de YouTube. Nou, ik weet wel hoe ik deze ga noemen. 5 keer. Oké. Ja, dus als jij deze file krijgt en je denkt, 5 keer? Krijgt hij 5 sterren of zo? Of, nee. Dan kan ik de aflevering noemen, Sander liegt over 5 keer. Ja. Als jij dit terugziet, ik heb echt een paar keer, waarschijnlijk gewoon net als die guy, dacht ik ga opstaan. Dat ik precies toen, zo deze van ground pound. En dat hij zei van, nee loser boy. Vind ik niet erg. Vind ik wel erg eigenlijk. Het is dat de tijd. Ja, ja, ben je klaar? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Hou je van liegbeesten? Ga dan naar Sander's kanaal. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende aflevering weer. Adios. Nah.